Hoe wonen Rotterdammers nu en in de toekomst? In Rotterdam woont 2030 gaan we op onderzoek. Dan zien we een stad volop in beweging. Waar wordt gebouwd, gerenoveerd en gesloopt. En waar de bevolking groeit. De gemeente wil de woningvoorraad daarop afstemmen. Hoe staat in de woonvisie? Een plan van aanpak tot 2030. Op 30 november kunnen Rotterdammers bij referendum voor of tegen deze woonvisie stemmen. In 8 afleveringen belichten we de plannen per wijk en zien we heel verschillende woningen met hun bewoners. Vandaag Nesselanden. Een grote nieuwbouwwijk in het stadsdeel Prins Alexander, aan de Zevenhuizer Plas. In 1995 werd dit gebied door de gemeente Nieuwe Kerk aan de IJssel en Zevenhuizer Moerkapelle overgedragen aan Rotterdam, om er een Vinex-wijk te kunnen bouwen. 12 jaar geleden kwamen ook Nancy en Frank hier wonen. Ze waren toen een van de eerste bewoners. De wijk was nog in aanbouw. We komen allebei hier uit de omgeving, het Nieuwe Kerk en ineens het Zevenkamp. En we waren op zoek naar een mooie nieuwbouwlocatie in de buurt. Nou, Nesselanden was daar kwam het op ons pad. En de wijk aan zich, hoe het al gepland stond, leek ons hartstikke leuk om te gaan wonen. Vlakbij de Rotte, Zevenhuizenplas. Veel recreatiemogelijkheden. En maar toch dicht bij de stad. Nadat Nancy en Frank dit huis kochten, hebben ze de wijk enorm zien veranderen. Best wel extreem, want ik weet dat ik uiteindelijk mijn eerste kind kreeg. Dat ik moest lopen naar een noodkruidvat en een noodAlbert Heijn. En 2 jaar later zwanger was van mijn tweede. En eigenlijk de hoop had dat de winkels inmiddels klaar waren. Maar nog steeds dezelfde noodAlbert Heijn. Dus dat duurde vrij lang. Maar op een gegeven moment toen het winkelcentrum kwam en eigenlijk heel veel woningen eromheen. Is het echt wel uitgebreid tot een echte grote woonwijk. Een kindvriendelijke wijk dus, met veel recreatiemogelijkheden. Ook belangrijk voor Nancy en Frank, want ze kochten dit huis ook met het oog op de komst van kinderen. Wij zochten echt wel iets aan de rand van Rotterdam. En dat ook een dorp hier in de buurt kunnen zijn. Maar echt wel iets in de rand om die vrijheid, ruimte en veiligheid te vinden, zeg maar. Ik niet zeggen dat het niet veilig in de stad is, maar ik denk met mijn kinderen dat je hier makkelijker op de fiets springt als dat je in de stad woont, als kind zijnde. Scholen, sporten, vrijheid, ruimte. Dat is een hele ideale wijk daarvoor. Maar de voetbal niet alleen, hè? Nou, er is nog geen voetbalvereniging. Geen voetbalvereniging dus, maar wel sportvelden, de Zevenhuizer Plas en een paar grote scholen. De woonvisie noemt de gemeente Nesselanden een voorbeeld van luxe en groenstedelijk wonen aan de rand van de stad. Vooral gewild onder gezinnen met kinderen en ouderen die op zoek zijn naar rust en ruimte. Het zijn woningen voor mensen met een modaal of bovenmodaal inkomen. Dat geldt ook voor dit gezin. Nancy werkt bij een buitenschoolse opvang in Nieuwekerk. Frank heeft een eigen bedrijf. Een jonge werkende wijk. Er wonen wel gigantisch veel zelfstandige ondernemers hier in de wijk. Waarom dat zo is, geen flauw idee. Misschien kunnen ze ons dat nog eens vertellen, maar het is enorm ondernemerswijk, zeg maar. De vraag naar luxere nieuwbouwwoningen zoals in Nesselanden is groot. En de verwachting is dat de vraag zal blijven toenemen. Het stadsbestuur wil daarom dit soort woningen blijven bijbouwen voor huidige en toekomstige Rotterdammers. Dat kan nog op verschillende plekken in de stad. In gebieden met groen of aan het water. Ook zullen meer kavels worden verkocht voor zelfbouw. En ook in Nesselanden zal de komende jaren meer worden bijgebouwd. Het is goed voor de wijk dat het gewoon af is. En het is gepland om her en der nog woningen te bouwen. En dat is alleen maar goed als dat gewoon klaar is. En dat op een gegeven moment de bouwborden, de koopborden en dat soort dingen weg zijn. En dat het gewoon echt een bestaande wijk gaat worden, zeg maar. Volgende week verhuizen van Sloop naar een nieuwe huurwoning in Overschie. Het is heel gemakkelijk met verhuizen, gelukkig. We hebben alles met een karretje kunnen doen die ik meegenomen voor mijn werkgever. Konden we alles hierin lopen, dus zeer gemakkelijk.